Oei, oei. Nou, hier lopen we in het park. Naar het Azenperk. Waar ik vanmorgen een boete kreeg. Ik hoop dat het een grote zin is. Ik kreeg een boete voor het niet opruimen van de ontlasting van mijn hond. Er kwamen drie boa's, eentje kwam naar mij, nog wel naar me toe gerend en zei meneer, ik krijg geen waarschuwing, ik krijg gelijk de bon in mijn handen, of niet in mijn handen, maar duurde eventjes een tijdje. Goed, maar dat is even niet. Ik woon hier al 25 jaar aan het park en vorig jaar is het allemaal vernieuwd. Ik zei tegen die agent, of boa, agent mag het niet noemen, agent of boa, ik zei nou, waar wordt dat aangegeven? Er wordt niets aangegeven. Ja, het is in de krant, heeft het in de krant gestaan, maar het moet wel aangegeven worden. En je ziet, is niks eigenlijk, is helemaal niks, is geen meubilair. Ja, daar in de verte is een container, maar kan je alleen maar te passen. Dus als je behoefte van je hond wil opruimen, kan je dat hier niet doen, zoals je ziet. Er is geen meubilair. Iets verderop, dat is tegenover, tegenover de Geldermunt, dus het appartementencomplex. En daar tussen die twee bomen heb je een prullenbak. En daar kon ik het ingooien. Dus als je hierheen loopt, of hier loopt, dan moet je met je poepzakje van je hond, moet je daar naartoe. Daar tussen waar ik ongeveer nu wijs. Daar is een vuilnisbak. En voor de rest staat er nuppels. Dat heb ik aangegeven. Ik zeg maar, waar staat hier een container? En die agent, dit nummer, is van die boa. Die had zelf een hond. Ik zeg ja, als je hier lang loopt in het park zoals dit, je hond doet jouw behoefte. Hij zegt, weet je wat hij zei? Ja, ga breng het netjes thuis. Ja, aan je hoela, dat wordt helemaal niet. Want je hond poept ook overal. Dus die boa, die maakt er maar een verhaaltje van. Maar ja, oké. Okay. Maar zoals je ziet, zitten geen containers of geen prullenbakken om je behoefte van je hond. Dus je moet de behoefte, wat ik zei. Goed, wij gaan even verder. Heb ik het gezegd van, oké, daar staat een prullenbak, ergens. En dan zei hij van, ja, je hebt ook zakjes. Dat klopt. Daar lopen we nu even naartoe. Dat is in het begin van het park. Wordt dat gedaan? Nou, dat zijn deze dingetjes. En je ziet het. Nuppers, empty, leeg. En daar verderop
achter die schutting of achter die paal, daar staat er ook eentje. En de gemeente vult dit niet bij. Dus met andere woorden, je moet het zelf maar kopen. Over het mobiliair gesproken, het wordt wel wat aan gedaan, geloof ik. Want als ik hier naartoe ga, dit bord, of deze borden, staan al ruim een week al. De datum is veranderd. Het was vorige week maandag de 14e. Nou, daar zijn eigenlijk werkzaamheden. Maar in de loop van de dag was dat die 14 veranderd door 21. Dus aankomende maandag wordt iets veranderd. Ik weet wat al. Er wordt een vijverpartij gemaakt, maar of de meubilair komt, weet ik niet. Maar hier is, dit moet voorwezen. Nou, u ziet, er is niks nada en het is al 2 weken zo. En het probleem is, van deze dingen, deze staan aan de weg. En dus het uitgangspubliek of mensen die een zakje nodig hebben, die trekken gelijk lekker een zakje. Maar als ze deze dingen nou in het park neerzetten, niet in het begin van het park, maar in het park, dan zou dat eigenlijk handiger wezen. Ergens op een plaats waar centraal ergens, dan is het wel makkelijk. En ja, dan heeft de uitgangsjeugd pak geen zakjes meer. Dus dat zou wel mogen zijn als dat ding. Dus deze video komt op Facebook en op YouTube. Dus bedankt gemeente voor de boete. Top! Niet echt dus.